Altijd nog een kracht eruit krijgen en let's go! Hoort die motor! Wow. Yo mensen, mijn naam is Benoit, dit is Pip en welkom op deze nieuwe vlog. Vandaag is eigenlijk wel een redelijke kutdag, want het regent, maar we gaan niet klaar, want we weten dat in België fucking veel regent. Kijk eens aan. Het is maandag, dus ik ga op zoek naar werk en ik ga ook mijn camera laten vermaken, want ik heb gisteren voor de laatste keer mijn camera laten vallen en dat is echt wel fucked up. Ik ga jullie een keer tonen. Hup. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hij gaat niet volledig toe. En, oh, kijk. Het is eigenlijk echt volledig fucked up. Ik ga vandaag naar Sony Deinzen. Ik ga hem daar binnen steken. Ik hoop dat ze hem kunnen vermaken, want ik heb hier echt veel geld voor betaald. Als jullie wel weten welke camera dat is, dat is de Sony RX100 Mark IV. Een super goede camera. Ondertussen is de Mark 5 ook al uit en die camera is gewoon knijters. Ja, wat ben ik dus momenteel aan het doen? Ik ben eten aan het maken. Sorry voor de vegans, want het is dit. Ik heb in Barcelona bijna geen vlees gegeten, maar ik kan jullie zeggen, iedere keer dat ik geen vlees of eieren of zo eet, ik val gewoon omver. Begrijp me niet verkeerd, ik eet fucking gezond, maar ik val anders gewoon omver. Voor de mensen die nu denken van, wow, Benoit, waarom eet je niet meer gezond? Ik eet nog altijd gezond, want geloof me, eens dat je gezond begint te eten, je gaat niks anders niet meer willen. Kijk eens aan, dat is mijn ontbijt. Jullie zien het. Lekker. Dit is een eitje, biefstuk en een slaatje erbij. Wat zit er in dat slaatje? Van alle bladgroenten, peterselie, geitenkaas, tomaat, pijnboompitjes, noem maar op. Dus ik ga dat bordje eten en ik zie jullie later. Peace. Hier is het. Lekker. Yes. Ik ben klaar voor het vertrek. De poort is aan toe gaan. De auto is ingeladen. Ik heb hier mijn oude camera. Garantiebewijs. Twee banaantjes. Een tripod, wat moest ik die nodig hebben? En een gsm voor muziek. Allee, ja, eigenlijk mijn iPod, want ik ben te lui om op mijn gsm muziek te zetten. Dus ik doe het met mijn iPod. En ik kan jullie vertellen, deze is volledig fucked up. Ik ben hier dus net toegekomen in de Sony hersteldienst. Dus we gaan een keer kijken wat ze kunnen doen voor mijn lieve camera te vermaken. Want zoals jullie zien, dat is echt fucked up. Yes, hier ben ik dan terecht. En ik heb hier een offerte. Wat staat er hier op? Toestel gevallen op lens. Lens komt er niet meer uit. Scherm draait niet meer bij omgekeerd gebruik. On-off toestel zit mogelijk ook nog iets dieper. En ze gaan dat binnen de 8 dagen behandelen, dus ik hoop echt dat mijn camera zo raad mogelijk gemaakt is, want ik kan niet zonder mijn camera. Ik ga nu naar Ruis terug ofzo, misschien nog een keer naar Gent, ik ga wel zien. Let's go! Altijd goed kijken door je spiegels als je aan het rijden bent, want anders gebeuren er accidenten. Altijd nog een keer eruit kijken en let's go! Hoort die motor? Wow. Holy shit, BMW 5 gaat echt hard, geloof me homies. Een BMW 5 gaat hard. Hey, een super vet nummer op de radio. Kennen jullie dat nummer? Laat het weten in de comments. Super vet, ik heb dus twee sleuteltjes laten maken. En ja, ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Ik denk dat ik eten ga en iets ga eten ofzo. Alles op het gemak vandaag. Vandaag is echt een chill dag. Maar ik heb de homies gehoord en we gaan vanavond gaan voetballen in een zaaltje. Dus vanavond wordt echt knijters. Ik zou zeggen, let's fucking go. Oké, ik ben ondertussen thuis. Het weer is gewoon heerlijk. Oh, de zon zit zelf in mijn ogen. Ik ga de sleutel testen. Want dat is natuurlijk de enige manier om te kijken als die werkt. Joe, het werkt. Yeah. En hier is ons hondje Pup. Was hij lekker aan het slapen? Ja, zo mooi dat hij is.
Zo mooi dat is. Oh. De homies gaan dus blijkbaar om 9 uur gaan voetballen. Dus ik ga nog een toertje doen en knokken met mijn skateboard. Het zonnetje schijnt, dus ik ga ervan genieten. Het is wel redelijk koud, maar zolang ik in beweging blijf, gaat het allemaal gaan mee van let's fucking go. Trucje! Joe! Haha! Dus een van de homies daar die aan het wakeboarden was, die roepte ook joe! Dus homie, laat je hier weten in de comments, laat je horen, want een dikke shout-out naar jou. Je tricks waren echt vet en zeker voor jouw leeftijd. Let's go! Yo, lekker sportief met de sigaret. Heerlijk, ik ken het dat. Zoals jullie weten, het is voetbal. Ik ben hier dus in de sporthal van Knokke. Super vet. Tibo is al aan het opwarmen. Hier zien jullie hem. En de rest komt later. Ik zou zeggen, let's go. Ik denk dat iedereen er is. Yeah. De ploegen zijn opgesteld. Dat is mijn ploeg. En dat is de fucking vijand. Dus wij gaan gewoon winnen. Je had het zien, wij gaan winnen. Oh shit, het is de laatste 10 minuten. Om 22:30 is het gedaan en ik richt de camera op onze hal. We zijn gewoon mensen. En hoe voel je het? Yes! De voetbalsessie was heerlijk. Ik ben helemaal kapot. Ik denk dat iedereen ook helemaal kapot is. Ik ga super goed slapen. Oh, hoe ga ik hier door? Langs hier. Oké, ik ga dus super goed slapen. Ik ga waarschijnlijk gewoon thuiskomen, nog een klein zitten, maar ook wassen en gaan slapen. Dus ik ga hier de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en ik zie jullie morgen. Peace. Yo. Yo. Salut. Salut. Yo.